You're never here. Welkom bij onze vlog. Leuk dat je meegaat op reis naar Noorwegen. Duimpjes worden gewaardeerd. Veel kijkplezier. Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Hi, daar zijn we weer. Nadat we gisteren op zondag een vlogvrije dag hadden, want we hadden niet veel op het programma staan, we hadden gewoon een dagje relaxed. Ja, maar we hebben wel nog lekker gewandeld en die dronebeelden die hebben we in de vorige vlog geplakt. Want ja, want we konden het niet laten om die drone daarop te laten. Nee, we hebben nog een keer dezelfde wandeling gemaakt. Zo mooi in die vallei, jongens. Echt een aanrader. Ja. Brandhusnavat. Zo heet Bondhus. Het hier. Bondhus, sorry. Bondhus, bij de Sundal camping. Een prima camping, maar kan beter. Ja, dat klopt. Maar goed, De Noorse standaard is wel anders voor een camping. Ja, het is totaal anders dan in Nederland hoor, daar niet van. Zeg jongens, ik wil heel even stilstaan bij iets, want we krijgen veel vragen over ons tolkastje van Skittlepas. Dat werkt supergoed. Ja, hoe dat nou werkt en of we daar tevreden over zijn. Nou, we zijn meer dan tevreden. We hebben dus dat kastje aangeschaft en we hebben een gratis account gemaakt op Autopas. Dat heeft te maken met die ferries, daar krijg je korting. En hoe zit dat nou? Nou, telkens als wij een ferry nemen, dan wordt ons kenteken gescand door een medewerker. En de dag daarna krijgen wij op de mail, ja, jawel. 1 of 2 dagen later krijgen we de afschrift. En dat komt omdat we krediet hebben overgemaakt. Hè? We hebben een bepaald bedrag hebben erop gezet op het pasje, zodat dat standaard wordt afgeschreven. Ja, ik laat het wel even zien hiernaast in beeld. Zo ziet die afschrijving eruit. Ja, wij vinden het ideaal. Dan heb je geen omkijken daarna. Veel mensen zeggen ook, doe het niet, want je hoort helemaal niks na een aantal jaren. Terwijl ik ook lees dat mensen dan na 1,5 jaar opeens een afrekening krijgen van de tol. Ja, nou ja, wij willen ons gewoon goed voorbereiden voor zo'n vakantie. Daarom hebben wij daarvoor gekozen. En van Skittlepas bevalt ons prima. Maar het is een merk, er zijn meerdere merken, ze doen allemaal hetzelfde natuurlijk. Het is maar goed dat je verhaaltje klaar is, want we gaan weer de tunnel in. Nou, doei! To see me thrive when it's my birthday or my day off. You got other plans and can't show up. But when life does me a hand, all of a sudden you're... Nou, daar staan we. Ja! Bij de Late Vos. Bij de Late Vos. Dit wordt beschouwd door heel veel mensen als de koning van de watervallen. Want we rijden hier nu door de vallei van de watervallen. Heel mooi. Ja, ik heb net al wat dronebeelden gemaakt zodat ik hem even goed kon bekijken van boven. Ja, prachtig. Maar weet je waarom mensen dit als de koning van de watervallen beschouwen? Nee. Omdat er 2 stromen van boven, van 2 kanten, naar elkaar toestromen de vallei in. Ja. En het is 165 meter hoog waar de waterval vandaan komt. De jongens, als je hier komt, doe een regenjas aan, want het spreekt enorm. Ja. Maar we gaan toch even voor jullie de beelden van voor laten zien. Breaking up shouldn't be this hard. I just wanted a friend, so you can keep your heart. No more fights and no more debate. I'm out of ways to love you. No more shortcuts that we can take. Only way out is through. I promised you long ago to be a girlfriend. I promised you long ago to be your girlfriend, your girlfriend. We staan weer bij een nieuwe waterval, de Langfos. Het water van de rivier de Tjorna valt over een lengte van 612 meter omlaag
en eindigt in de Akrafjorden. Met zijn 612 meter is de Langfoss waterval een van de grotere watervallen van Noorwegen. Nou. En mijn tasje koffie hoort natuurlijk wat lekkers. We hebben eens een keer een wafeltje gepakt, hè? Ja. Want dat zien we ze hier veel eten. Een wafeltje. 1, 2, 3, 4, 5. We delen dat. Ieder drie stukjes. Lekker. Ik heb wel jam erbij gepakt, dat mocht. Ja, kijk, we staan hier geparkeerd bij de Late Vossen, hè? Langfoss. Lange Vossen, sorry. Late Vos was hiervoor. Dat was de vroege vos. Nu staan we bij de Late Vos. Dan kun je makkelijk je camper parkeren. Stap je uit, onder het tunneltje door en je bent zo bij de waterval. Erg indrukwekkend. Hoe groot die is, hè? Ja, lang vooral. Ja, heel lang. Maar wat ik ook mooi vind om te laten zien, is vooral de andere kant. Het stukje fjord waar die in uitkomt. Oh, het is echt een machtig mooi stukje dit. En die route, die valleiroute, die watervallenroute, hè? Toch watervallenroute, hè? Ja, de waterroute, de watervallenvallei, daar rijden we nu door. En op de vraag... Hoe maken jullie nou koffie omdat jullie zoveel vrij staan? Oh, dat is zo fijn met die Allpowers. Dat gaat als een tierenlier, hè? Daar ben ik zo blij mee met dat apparaat. Ongelooflijk. Als de zon schijnt, dan leggen we natuurlijk lekker het zonnepaneeltje buiten. Maar onder het rijden leggen we hem eigenlijk gewoon aan de 12 volt. Stekker. En dat gaat hartstikke goed en hij komt bijna altijd vol. Dus ja. We zijn er heel tevreden mee. En natuurlijk, achter in onze garage staat die mega unit. En we hebben natuurlijk al 2 dagen echt heel slecht weer gehad onderweg. Nou, en dan leggen we die gewoon aan die grote unit. En dan vult hij hem. En staan we ergens echt aan de stroom, zoals afgelopen dagen op de camping. Ja, omdat het inclusief dan was. Dan laden we die grote accu gewoon bij tot 100%. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to. Trust into us and we will help you through. Zitten we dan, jongens? Horen jullie dit? Horen jullie het? Dat is de reden waarom de dag totaal anders liep dan dat we gepland hadden. Nou, het liep totaal anders vandaag. De dag die ging komen wat je niet had verwacht. Maar het is toch gebeurd. Ja. We hebben de hele dag gereden, uiteindelijk. Ja, door de regen. Oh, we hebben wel mooi die Late Vossen en Langfossen bezocht. Door de watervallenvallei heen gereden. Dat was heel erg leuk. En toen hadden we bedacht van, weet je wat we doen? We gaan naar Himakanya. Himakana. Als we het goed uitspreken. Want daar heb je een mini Trolltunga wandeling. Hadden we gezien op internet en stond goed aangeschreven. Ik zeg, nou ja, het lijkt me wel leuk om dat te doen. Dus daar naartoe. Tot dat moment hadden we ook nog geen regen. Hadden nee, we alleen maar zon. De zon scheen. Maar we hebben nog bij de Late Vossen hebben we nog dat kopje koffie ja. En dat die wafel nog gegeten. Nee, de Langfoss. Of bij de Langfossen. Dus hup, wij richting dat Himakana gedoe. Gaat de zon weg, begint het te regenen. Nou, prima. We moesten toch nog een stukje rijden. Regen, wind. Nou ja, daar naartoe, geparkeerd. Duitsers staan naast ons. Hop, die uitgestapt, komt naar ons toe. Kijk eens, zie je aan een wandeling maken? Ja, dat mag wel. Oké. Zeg ja, maar het ligt even aan wat het weer doet. Nou, we hebben daar een uurtje gewacht. We zijn een keer uitgestapt om te kijken, maar de lucht was gitzwart. Ja, en zeg, de app zei ook uiteindelijk dat het daar zou blijven regenen. Ja, ik zeg, ik ga geen capriolen uithalen voor te wandelen. Dus we zijn doorgereden. Wat hebben we gedaan? We hebben een pontje weer genomen. We hebben even een stukje terug en toen de andere kant op via allemaal kleinere eilandjes. Ja, we waanden ons even in Schotland, ook al zijn we daar nog nooit geweest. Maar zo zag het er voor ons gevoel uit. En we zijn geëindigd nu in de regen bij Stavanger. Want ook dat liep niet hoe het moest. Alle Park van Hyde plekken vol. Ja.
camping. Daar kregen we een plekje toegewezen. Nou, dan wilde nou, dan liet ik mijn hond nog niet slapen. Dat was één grote modderbende. Ik zeg nee, omdraaien, wegwezen. Dat gaan we niet doen. Modderbende dus... en een plek wat eigenlijk geen plek was. Nee, de hele camping werd volgestopt. Dus nee, dat gaan we niet doen. Nee. Dus we hebben het eieren voor ons geld gekozen. We zijn een stukje doorgereden buiten de stad. We staan nu buiten Stavanger. Maar op een plekje, jongens, als het niet zou regenen, zou ik je mee naar buiten nemen. Wat ga ik niet doen? Nee, want het plenst goed. Het komt naar buiten. We staan aan het water. Komt het naar buiten of komt het naar beneden? Nee, goed. Maar wat zei je nou net tegen mij? We staan eigenlijk op een heel bijzonder plekje. Ja, want ik had op internet gezien dat ook hier in Stavanger van die zwaarden zo... ik moet dan altijd denken aan die film waar die jongen dat zwaard uit die rots trekt. Probeert te trekken. Ja, ik weet niet meer hoe die heet. In ieder geval dat. Ja, maar zegt Joy, het staat in mijn boek. Dus Joy zegt, pak het boek erbij. Kijk, deze. En ik kijk hier om me heen. Ik open Google Maps. Ik denk, dat kan helemaal niet. Het moet hier om de hoek staan. Dus ik kijk uit het raampje. Staat het aan die kant? Staat gewoon hier om de hoek. Dus als het ook droog wordt, dan gaan we daar naartoe. En anders morgen met paraplu, maar dan gaan we vandaag niks meer doen. Dus wij gaan nu, denk ik, een potje ponkeren. Ja, zoiets. En dan... een tasje koffie, want we hebben net al lekker gegeten. Hè? Ja, ik had tortellini gemaakt en een lekkere salade. Erbij. Maar we hebben genoeg geluld, want anders hangen de mensen af. Wij zeggen sowieso tot straks of tot morgen. En zo waar, de regen is gestopt. Kijk, Joy is helemaal vrolijk. Dit rond als een jong hertje. Blij. Ben ik wel blij. Kijk, nog steeds de camperplek. We hadden net een comedyfilm. We hadden echt een comedyfilm. We zagen net hier een camperbusje het looppad inrijden hier zo. Ja, maar is die dan vanuit hier gekomen? Ik weet het niet. Sorry, ik weet het echt niet. Hij heeft die keien verplaatst. Want hij had zich eerst daar vastgereden. Want hij had zich eerst hier vastgereden. Ja, we hebben het niet gefilmd. We vonden het zielig. Hij heeft wel netjes de keien teruggelegd. Keigoed van hem. Keigoed. Maar we gaan op zoek. Ja, rechts afslaan. Ook naar het sportpark in met jou. Naar de zwaarden. Nu we er toch zijn. Ja. Hè? Nee, maar kijk nou. Hier wordt gedoogd. 2 nachtjes mag hier staan. Ja, twee dagen. Of 2 dagen. En stikt hier van de Hollanders. Nederlanders. Gratis. Hè. Gratis. Hè. En je hebt hier zelf strand. Joyce, strand heb je hier het zelfs. Het strand is hangen. Heeft iemand het bekertje vergeten? Nou, maar als het hier goed weer is, is het lekker wat toe voor. Ja, dat zeker. Dat is ook een zwemvlot. Nou, daar zijn we toch bij de 3 zwaarden. Ja, ze zitten nog verstoken achter de boom. Kijk, oeh. Ben je voorzichtig, want het is drassig. Door al die regen vandaag. Gaan we niet wandelen bij de Hikama. Hikama vallen we dadelijk hier op onze plaat. Zie dat voor je. Bij de Himakana. Himakana. Ja, volgens Himakana mij was het. We zetten het wel even goed in beeld waar het was. De wandeling. Kijk, nou. Ik vind het leuk. Heel toevallig. Daar zijn ze. De zwaarden. En daar rechts... Een monument van Noorwegen, ja, toch? Ja, en daar rechts... Daar is de camperplaats. Oh. Zie je, vrede, eenheid en vrijheid. Daar staat dit monument nu voor. I know that you feel all alone in this world, but you have to. Kijk eens wat ik hier vind. Dit is de kinderdouche. Doet hij het? Oh, Joy. Hier kun je gewoon je... Kun je douchen? Nou ja, of je gietertje vullen. Ja. Zou die het doen? Oh, doe dicht. Ja, doe dicht, zegt ze ook. Ja, jij wilde er wel. Maar dat ligt dus de camperplek. Dan heb je het sportgedeelte en daarachter heb je een douche. Nou, ik voel morgen vroeg het sportmoment aankomen. Met douche. Met douche. Ja, van jou dan. Met een koude douche. Ja, dat is wel heel koud. Oh. Ja, optrekken. Dat gaat niet. Kom. Ik ben dus net te groot. Ik hang maar met mijn vingertjes eraan. Ik ben te klein. Laten we het maar voor wat het is. Het is goed zo. Gebeurt er dadelijk weer ongelukken. Wordt het tijd voor een tasje koffie? Of heb je wat sterkers nodig? We gaan sowieso kaarten zo. Ja, poker hè.
Wel mijn schoenen uit. Want het werd onverwachts toch nog droog. Dus ik denk, dan gaan we meteen even lekker naar buiten. Ja, ja. Dan de hele rijdag is dat wel lekker, even de benen strekken. Maar wel die schoentjes hier uit doen. Uiteraard, want we hebben alweer in de prats gestaan. Komt u maar. Een hele goede morgen, jongens. Goedemorgen. Hallo, hallo. Kijk. Zoals jullie zien, het zonnetje op het gezichtje. Ja, maar lekker. Voor hoe lang? Voor hoe lang? Want het is een beetje donker toch wel weer om ons heen. Ja, och ja, we maar zien het zo wel. Stil en zo heerlijk geslapen. Alleen werden wij vanmorgen wel gewekt door een of andere meermeeuw. Want we zitten hier in zee, maar het meer. En het klonk gewoon de hele tijd hetzelfde deuntje. Ik werd er helemaal gek van. Ja, en hard. En het was gewoon pas 4 uur of oh, zo, hè? Maar ja, dan komt de zon op, dus dan worden de beestjes actief. Wij zijn nu onderweg naar de bushalte. Want we hebben besloten dat we het openbaar vervoer in Denemarken, wil ik zeggen, in Noorwegen gaan proberen. Nemen. Dus ik moet zo even online een kaartje kopen. We hebben gisteren even gesnuffeld op internet hoe dat hier werkt. En we hadden al gekeken bij de bushalte toen we gisteren naar de Zwaarden gingen kijken. En daar staan op het bord stond dat je niet altijd bij de chauffeur in de bus een kaartje kunt kopen met je pinpas. Nee. Dus we hebben gezocht en gezocht en toen kwamen we uit op de website van Entour. Entour is de organisatie die eigenlijk het openbaar vervoer voor het grootste gedeelte hier in Noorwegen regelt. We hebben een accountje aangemaakt, helemaal gratis. Maar je moet ook daadwerkelijk het kaartje kopen voor de bus die je gaat nemen. Dus vandaar dat we gezegd hebben, dan doen we onderweg naar de bus het kaartje kopen. Dus dan kopen we zo meteen een kaartje. Dat is online, gewoon in een app. En dan gaan we naar Stavanger. Ik ben benieuwd. Leuk! Komt zo, Basje, komt zo. Nog 12 seconden, dan zijn de tickets actief. Let op, het is ook fietspad, hè? Ja. Wil je even de hand uitsteken? Zal ik dat doen? Ja, ze komt. Fijn. Ja. Nou, nog geen kwartiertje met de bus en je staat midden in het hartje centrum. Maar het ging supergoed. Hartstikke leuk. Wij zijn in Stavanger, jongens, en we nemen jullie mee op pad. Zo is alweer op de kaal en kijken waar we gaan beginnen. We moeten hier langs het water aflopen, want we moeten hier naar dit haventje toe. Dit is een binnen, dit is een stadspark. Oh ja, ja. We moeten ja, daar langs. Ja, hier hebben we gereden met de camper. We waren een beetje verdwaald, maar alles is goed gekomen, zoals nee, jullie zien. Nee, we gingen van plek A naar B en we eindigden bij C. Ja, dus verdwaald, want alles was vol. Goh, het is wel mooi hier, hè? Ja, heel mooi. Leuk. Even de stad in en we nemen jullie mee. Kom, lopen. Always there to help and listen. You're just a friend when I come undone. I have to fall apart to get to see you again. You only have a heart when mine is bleeding. Some kind of friend. If I would win the lottery, you wouldn't be happy for me. But if I blew it all in one day, you'd be there to hug my pain away. 'Cause in tricky situations, you are the best friend that I've ever had. But it's such a funny feeling when you get enjoyment of seeing me sad. I have to fall apart to get to see you again. You only have a heart when mine is bleeding. Some kind of friend. You're never here when my tears dry. You're never around to see me thrive. I guess you hate when I feel great. We zijn nu weer op het eerste plekje waar we gisteren geprobeerd hebben een plek te krijgen met de camper. Ja, dit is de Park for Night plek hier in het centrum van Stavanger. Langs het water. Nu zijn er wel wat plekjes, want dat zijn officieel de camperplaatsen. Ja, want hier waar deze camper staat, deze die staat al illegaal, deze staat illegaal. Ja, we hadden gelezen dat er regelmatig gecontroleerd wordt. Dagelijks. En je krijgt dan een boete. Ja. Ja, die heeft al een prent onder zijn vooraan. Ja. Toevallig, dat ik dat net zeg. Maar dit zijn... 6 plekjes, als ik het goed begrijp. 6 plekjes. En je mag hier 3 dagen staan. Maximaal. Er zijn verder geen voorzieningen. Alleen hier is wel weer een dingetje. Easy je betaalt park. Hier met Easy Park. Maar dus... ik heb al begrepen via
Park for Night zag ik staan. Dat of iemand anders, die waren dus van een ander land, die er wel die app kan gebruiken voor jou betaald. Of dat je de Nederlandse Easy Park belt en die activeren en deactiveren hem voor je. Ja, dus maar of dat nog zo is, dat durf ik niet te zeggen. Maar ook hier heb je wel een mooi uitzicht zo op de haven. Ja, je bent zo in de stad, hè? Ja, je loopt er zo naar het oude gedeelte met die leuke witte huisjes. Ik denk 5 minuten sta je in het oude gedeelte in Gamelen. Gamelen. So it's best for you. I know that you are having trouble believing right now. That everything is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help you through. Cause we only want what's best, what is best for you. Wat een leuk plekje hebben we toch gevonden. Ja. Bij nummer 18, Cultuurcafé. Ja, Cultuurcafé nummer 18. En het leuke is, het is waarschijnlijk een van de oudste huizen van Stavanger. Ja, meer 300, dan 300 jaar oud. Superleuk. En ook leuk zo met die oude dingetjes ingericht. Ja. Zal ik je wat inschenken? Ja, ik vind het wel leuk. Die kopjes die hebben we nog thuis. Lekker. Ik heb geknuddeld. Geknuddeld, ja. Het zou ook eens niet anders, hè. Smikkelen maar. Smikkelen. Zo. Nou, en dat was Stavanger. Een compact centrum. Leuk. Compacte stad. Ja. Leuk om even te bezoeken. Voor een halve dag vonden wij genoeg. Ja, zeker. We hebben het allemaal gezien. En we zijn nu terug bij Sunny. Dan gaan we ons klaarmaken. Ja. Voor weer naar een nieuw plekje te gaan. Zo. Heb je de sleutels? Ja. Perfect. Even nog een toiletstop. De afwas moet nog gebeuren. En dan gaan we. En dan gaan we. Inpakken, wegwezen. Duty calls, duty calls. Anders geeft het weer zo'n ravage als we niet afwassen. Weet je nog, toen het hier helemaal over de vloer ging, een paar, ja, toen viel de paar maanden geleden. Toen is geschoten de wastel van het bed af. Heerlijk. Jongens, wij gaan ons vertrek klaarmaken, want morgen in de volgende vlog voor jullie, dan staat voor ons een hoogtepunt op het programma. Iets waar we al heel lang naar uitkijken. Een krachtmeting voor onszelf. Een krachtmeting. Sinds dat we begonnen zijn met afvallen, hebben we deze op ons lijstje gezet. Zeker weten. En we gaan het zien of we het gaan redden. Dus wil je zien wat het gaat worden en wat we gaan doen? Dus. Voor nu, bedankt voor het kijken. En tot bij de volgende vlog. Doei! Allee, kom. We beginnen met de afdeling. Ja.